DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Vanavond een drukke avond met heel veel spelers die contracten gaan tekenen. En dat betekent dat er keihard gewerkt is door de technische commissie ad interim voorzitter Aart. Ja, nee, dat klopt. En afgelopen maand is er heel hard gewerkt. Het bestuur had natuurlijk vorig jaar een beslissing genomen. En toen hebben we een aantal mensen van met name de scoutingcommissie, zeg maar, die hebben doorgeschoven naar de technische commissie ad interim. En Jack die zat er al in, omdat hij ook hoofdopleiding is. Dus dat is wel praktisch. En toen hebben we dus ook als bestuur gezegd van nou, rondom deze periode moet je ook altijd weer gesprek aangaan met spelers. En dat hebben ze toch echt voortvarend opgepakt. En wel zo voortvarend, Jack van Zanten, een van die leden van de technische commissie ad interim, dat er vanavond heel veel contracten worden getekend en ook nog meerjarige contracten, waaruit blijkt dat jullie met een heel duidelijk plan naar voren zijn gekomen, Jack. Ja, dat klopt, Piet. We hebben zo ergens rond nieuwjaar, ik geloof net voor nieuwjaar, bij elkaar gezeten met de trainer Bert van Unestein, Jan van den Berg, Aart en ik. En daar hebben we met elkaar besproken van, we hebben nu een nieuwe job te doen met elkaar. Hoe gaan we het oppakken? En dat was inderdaad met een duidelijk plan inderdaad. En hoe verliepen die gesprekken? Ja, de gesprekken, dat is een enorme klus natuurlijk. Ik bedoel, we hebben in een hele korte tijd heel veel gesprekken gevoerd. Daarnaast was het ook nog zo dat, je weet dat Jan had natuurlijk ook wel heel veel dingen aan zijn hoofd. Ook rondom zijn broer, Gert natuurlijk. Ik had daarnaast ook nog 29 huisbezoeken voor school met adviesgesprekken, voortgezet onderwijs. Dus ja, ik denk dat ik Jan meer gezien heb dan mijn eigen vrouw in die tijd. Maar nogmaals, een duidelijk plan waar ook ambitie uit naar voren komt. Ja, nou, we hebben met elkaar afgesproken dat we wilden in ieder geval proberen om de groep zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Zodat je kunt gaan bouwen voor de komende jaren aan een bepaald team met een bepaald doel. En dus zijn we aan de slag gegaan. En vanavond worden hoeveel contracten getekend? Volgens mij 13. En dat is toch een mooi aantal. En er waren al een aantal doorlopende contracten, dat zijn er 4. Dan zijn er ook al een paar externe jongens van IJsselmeervogels die al getekend hebben. Dus ik denk dat we al zo'n beetje rond de 20 zitten wat dat betreft. En dat is met name ook voor de huidige competitie, het competitieverloop, is dat natuurlijk heel belangrijk. Dat je ook weet dat deze jongens het in feite ook volgend jaar moeten doen. Dus dan groei je nog dichter naar elkaar toe. Dat is heel belangrijk. Kortom, de nabije toekomst ziet er voor DVS goed uit. En nu ik het toch over toekomst heb, er zijn ook een aantal jeugdspelers. En dat moet jou natuurlijk bijzonder aanspreken, die diverse contracten hebben getekend. Nou, dat is natuurlijk zo. Kijk, we hebben versterking van buiten. Maar je hoopt ook dat we jongens binnen de club hebben die dusdanig aan de weg timmeren. Dat je die ook een contract kunt geven. En kijk, als je dan spelers als Yannick erbij krijgt. En Jordi van Zelm die bijtekent, Lars Dekker. Die al een doorlopend contract hebben. Die jongens zijn ook allemaal goed bezig. En die zullen ook voor hun kansen moeten gaan volgend seizoen. En daar hebben we ook vertrouwen in. Net zo goed als in de jongens die we van buiten erbij gekregen hebben. Kortom, de toekomst ziet er bijzonder goed uit. Hoe ziet de toekomst van de TC eruit? Jullie hebben een bepaald plan, geloof ik, Aart. Nou, momenteel zijn het 3 personen. In dit geval Jan van den Berg, Gerrit Bruinewoud en Jack van Zanten. Dat zijn 3 mensen. En namens het bestuur is er dan een afgevaardigde die dat bewaakt. Want we hebben ook dagelijks contact met de TC. En we zullen de komende maanden, want het was inderdaad de afgelopen 4 weken was een hectische periode qua gesprekken. En we zullen de komende maanden zullen we op een rustige manier ons gaan beraden, ook als bestuur, hoe we ermee omgaan. En, en daar komt ook wel weer een oplossing voor. Mooi, prima. Heel veel succes dit seizoen nog en volgend seizoen ook. Het ziet er gewoon fantastisch uit, Jack.
Ja, nou ja, goed. We denken dat we een hele mooie selectie neerzetten. Het moet allemaal nog blijken natuurlijk. En het is aan de spelers en aan de technische staf om er alles uit te halen. Dit seizoen nog, maar ook het komend seizoen. Maar wij hebben er echt alle vertrouwen in dat we met elkaar toch wel een hele mooie groep hebben. Voor dit seizoen nog, maar ook voor het komend seizoen. Tevreden, voorzitter? Als het uiteindelijk op het veld goed gaat, dan ben ik tevreden. Oké, bedankt hiervoor. De aanvoerder van het eerste, Dennis Hollard, ook vanavond getekend. En je bent niet de enige. De hele basis en nog wat meer eromheen heeft getekend. En dat moet toch wel voldoening geven, denk ik. Ja, dat is zeker een voldoening, denk ik, ook voor de club. We draaien op zich een goed seizoen. En we hebben een goede selectie. En dan zie je dat het belangrijk is om deze groep bij elkaar te houden. En dan met een paar versterkingen denk ik dat je nog meer kunt bereiken. Ja, want er spreekt ook gewoon ambitie uit. Hè? En de TC heeft ook een heel duidelijk plan. En het slaat wel over op de spelers, heb ik het idee. Ja, natuurlijk. Als club moet je ambitie hebben natuurlijk. En je ziet dat waar we in toe in staat zijn. En ik denk dat het alleen maar beter kan. En ga je er voor volgend jaar. Is een andere doelstelling dan dit jaar. En dat kunnen we wel bereiken. Geniet je een beetje van het aanvoerderschap op deze manier? Ja, het is sowieso geniet als het natuurlijk goed gaat. Maar als het minder gaat, moet je er ook staan. En moet je gaan zorgen dat je, als het moeilijker gaat, moet je sowieso voor de groep te staan. Ondersteunen, positief blijven. En dat is een rol die je moet vervullen. Heel veel succes dit seizoen en ook de komende seizoenen. Ja, dankjewel. Okay. Dennis, gefeliciteerd nogmaals. Dankjewel. DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO, Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.